Nadine die appte me gisteren of ik 9 uur klaar kon zijn. Ik heb geen idee voor wat. Zo verschrikkelijk lief, net. Wat is het, Sarah? Cadeautjes tijd! Ga maar wat pakken. Wij hebben kersteten. Marco is nu even naar bed. Maar we gaan zo nog iets doen. Goedemorgen. Het is donderdag. En vanavond is het kerstavond. En dat vind ik leuk, want ik hou van de kerst. En nu, ik heb al gedoucht en zo. Nadine die appte me gisteren of ik 9 uur klaar kon zijn. Ik heb geen idee voor wat. Dus ik ben me aan het klaarmaken. Dat ik in ieder geval gedoucht en aangekleed ben. Opmaken gaat me denk ik niet meer lukken, maar ik ben heel benieuwd. Kijk hoe leuk, ik ben verrast. We gaan heel gezellig met z'n negenen. Ik heb de borden geteld. JV is er ook. Die denkt begin vast. Dat is lekker. Gaan we ontbijten. Oh, zo lief en zo leuk. Zo verschrikkelijk lief net. Nadine, Chantal en de kinderen die stonden net voor de deur met een verrassingsontbijt. En we kregen, ik kreeg een tasje met kerstcadeautjes. Echt... zo leuk, zo lief, echt. En wat hadden we ook weer gekregen met zo'n glitter erin? Ja, van die alcoholvrije wijn met glitters voor met oud en nieuw. Echt superleuk. Ik laat het dadelijk, als ik het niet vergeet, laat ik het even zien. Alleen we moeten nu naar het ziekenhuis voor de uitslag van de test. En er is nog wel wat te zien, dus ik hoop dat dat ook dadelijk goed eruit komt. Maar we gaan het zien. Ze heeft een beetje haast. Die wil heel graag de uitslag. En dan mag ze weer wild doen en douchen en alles. Wij zijn terug uit het ziekenhuis. En er is wel een allergische reactie uitgekomen. Maar dat heeft dus niks te maken met de oren. Maar het is een hele ingewikkelde naam. Maar het heeft met bepaalde frisdranken, maar ook met Purol. En dat zijn nog een paar dingetjes. Maar die gebruiken we eigenlijk niet echt. Ja, het staat op die brief. Sommige frisdranken. Ja, maar daar staan alleen maar hele moeilijke medische woorden op. Nee, je weet niet wat zo. Ja, die kaart. Die brief. Die? Deze. Oh, die. Ja, maar dat is een hele moeilijke medische term. Dus mocht het nu nog een keer gebeuren, betekent dat we dan gelijk de dokter moeten bellen. Normaal doe je dat natuurlijk niet als je een reactie in een oortje krijgt. Maar nu moeten we dan wel bellen, mogen we het ook nog niet ontsmetten en dan moeten we gelijk een kweek laten maken. Want omdat het toch 2 keer is gebeurd en het echt wel een heftige reactie is. Nee, dit is alleen de medische begrippen. En dan met die term krijg je die brief. Dus ik kijk hem daar thuis nog even goed door. Maar ik wil weten hoe het heet. Ja, ik kijk zo even thuis goed met je. Kijk uit, Sarah, die envelop scheurt al. Sarah, wil je even uitkijken alsjeblieft? Maar goed, even denken, waar was ik? Dus dan een kweek maken en dan kijken wat er in die kweek dus allemaal eruit komt en waar de reactie van is. Want het is dus niet zo te testen. Maar omdat de reactie wel dusdanig heftig is dat het problemen kan geven, is het wel... Ik zit er dadelijk. Ja, is het dadelijk wel of is het dan wel belangrijk dat we even doorkijken waardoor het is. En nu gaan we nog even heel kort een boodschapje halen en... Oh. Dan gaan we zo eerste kersteten maken dit jaar. Lekker! We zijn al eventjes thuis. Toen stond Nina voor de deur. Ik heb me half opgemaakt, maar ik ben nog niet klaar. Want toen dacht ik, ik moet echt naar de oven nu. En ik ga hem voorwarmen en mijn kip erin doen. En als hij erin zit, heb ik weer eventjes tijd om de tweede helft te doen. Marco is even ergens naartoe en ik heb geen idee wat. Want dat mocht ik schijnbaar niet weten. Even kijken hoe ver mijn oven is. Bijna. Oh, zo lekker. Ik heb zo'n grote kip. Dus even kijken. En ik heb echt zo verschrikkelijk veel eten nu in huis. Want van vanochtend wat er over was, is ook hier in de koelkast gegaan. En vanmorgen heb ik eters. Dus daar heb ik eten voor. En dan die gigantische kip.
past allemaal nu niet. Maar kijk, deze gaat er zo lekker in. Heerlijk. Ik hou daar zo van. Ik kan me daar echt op verheugen dat dat dan kerst wordt en dat we die gaan eten. Want ja, hij moet er natuurlijk lang in. Dus daar maak ik niet altijd tijd voor. Zo, nu kan er even net ietsjes meer de koelkast in, maar nog niet alles. En dat moet straks wel, want er moet er nog meer uit. Deze moet natuurlijk, deze doe ik 3,5 uur ongeveer in de oven. Dus die moet er nu wel echt zo in. Wij hebben kersteten en Kitty eet gezellig mee. Oh, ik heb nog wat leuks. Vergeet ik bijna al. Jullie dachten dat we in donker moesten eten. Kijk, wat een lampje. Vond ik helemaal leuk. Kijk. Kijk eens, Sarah. Ik had het al gezien. Had je het al gezien? Ik denk, dan hebben we nog wat lampjes. Ik zet nog even twee kaarsjes erbij op tafel. Wat is lekker? Wat vind je het lekker? Het is champagne. Vind je het lekker? Sarah, je moet een heel klein stukje opschrijven, anders kan ik niet achter je bord. Maar Sarah, vind je het lekker? Ja. Ah. Is het champagne? Nee. Maar wel speciaal voor jou nog wat lekkers. Kijk eens, zet nog even een paar kaarsjes erbij. Dan is het nog wat gezelliger. Even kijken. Mama, er is een kaarsje uit. Ja, ik zie het. Nee, twee dan. Daar ook. Ja. Er zijn er twee. Kijk eens. Voor het geval jullie het niet wisten. Mijn naam is Kitty. Jullie hebben Sarah gemaakt. Leuk, hè? Jullie het niet wisten, mijn naam is. Oh, ik heb zo'n trek. Wat is het, Sarah? Cadeautjes tijd. Ga maar wat pakken. Lekker hoor. Lekker hoor. Yeah. Heb je dat helemaal zelf gekocht? Ja. Helemaal zelf. Lekker. Zijn het? Zal jij het wel? Voor je uitpakken. Die heb ik voor je gekocht. Lekker. Ik wist dat je het lekker zou vinden. Hé, hey, nou heeft iedereen zijn eigen zak voor vanavond bij een filmpje kijken. Oh, wat leuk. We hebben heerlijk gegeten. Nog een spelletje gespeeld, zitten kletsen, alles. Nog met je eten daarna. En Kitty is net naar huis. Mark is nu even naar bed. Maar we gaan zo nog iets doen. Ik heb een beetje nagedacht hoe ik het wil vertellen. Maar ik wil niet te veel vertellen. Maar het is gewoon leuk. Ik vind het te leuk om het niet te delen. Want ik ben er de afgelopen weken wel veel aan bezig geweest. Wij hebben heel veel cadeautjes verzameld voor een gezin wat niet echt kerstcadeautjes krijgt. En we hebben een sleutel geregeld. Die hebben we. En die gaan we dus dadelijk, dus in de nacht, gaan we die brengen. En dan is het dus morgenochtend tada, cadeautjes. Allemaal geregeld, dus we kunnen het huis gewoon in. En dat is gewoon geen probleem, we doen niks illegaals of wat dan ook. Maar het is wel spannend, want je wil echt dat het lukt. En dat je niet betrapt wordt, want ja, dan is de verrassing er gewoon af. Dus het is echt 's nachts huis in sneaken om cadeautjes te brengen. Echte Secret Santa. En dan weer naar huis. Ik heb oppas geregeld, dus mijn broertje komt dadelijk oppassen. En dan ga ik met Sarah daar naartoe, of met Sarah, met Marco daar naartoe. Ik ga Sarah niet uit bed halen. Die weten wel allemaal van. Dus die weten ook dat wij daar weg zijn en dat er minder nacht even oppas zit. Maar ik ben zo, hoe moet ik dat zeggen? Niet gespannen of zo, of niet zenuwachtig. Ja, in ieder geval een beetje zenuwen of het lukt, zeg maar. Of het gewoon zo gaat dat ik het in mijn hoofd heb. Maar gewoon heel spannend of het lukt. Ja, ik wil dat het zover is en dat het gewoon gelukt is en dat het helemaal, ja, gewoon leuk is. En ja, het heeft me de afgelopen weken ook wel meer gedaan dan dat ik dacht dat het me zou doen. Dus ze zeggen altijd, geven is beter dan nemen en dat is absoluut waar. Of geven is beter dan krijgen. Maar soms kan het je ook wel raken en dat heeft het me ook best wel gedaan. Dus ja, dan nog anderhalf uur.
Dan zit je zo van, ik wil dat lukt, ik wil dat het zover is, ik wil dit nu echt doen. En het voelt ook wel heel bijzonder om dat voor een ander te kunnen doen. Dus dat is het plan voor straks. Maar ik ben daar echt wel zo wakker nu van, dat ik echt zoiets heb van... Ik ga niet proberen te slapen, gaat nu toch niet lukken, want ik zit helemaal in die gezonde spanning nu. Het ging allemaal iets anders dan verwacht. Want het is dus, in ieder geval hadden net dat we de deur uitgingen, was 2 uur 's nachts. We hadden het expres zo laat gedaan. Komen we daar, is er gewoon nog iemand wakker. Dat je echt denkt, hoe dan? Dus we stonden echt, ja, wat doen, weet je. Ja? Het is ook niet dat je even makkelijk voor over een uurtje of zo nog een keer oppas regelt of wat dan ook, midden in de nacht. Dus ja, toen zijn we uiteindelijk gewoon naar binnen gegaan. En hebben alles zo stiekem mogelijk gedaan, maar echt, ik ga het niet eens helemaal vertellen, maar de cadeaus liggen er. En ik ben heel benieuwd naar de reacties morgen, als ik het hoor. Want we hebben natuurlijk niet verder alles verteld of zo. Dus het is allemaal in het geheim gegaan. Dus we gaan het zien. Echt, ik ben zo benieuwd. Het is zo spannend om zoiets te doen. Maar ik ga nu wel echt heel snel mijn bed in, want ondertussen is het 2:30. En ik wil morgen ook een beetje op tijd wakker zijn voor ons kerstontbijt. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!